Ik ben in Wageningen. Dit is een stad van een kleine 40.000 inwoners, waarvan er duizenden studenten zijn. Dan heb je de Wageningen Universiteit, waar vooral veel biologische studies zijn. De binnenkomst in de stad is, tenminste als je het richting Renkum komt, niet heel erg fraai. Veel grote, zware industrie. En ook het aangezicht van de stad zelf is niet zo heel erg uitnodigend in eerste instantie. Ik ben hier zelf heel lang geleden voor het eerst geweest en daarna nooit meer, dus ik heb er weinig herinneringen aan. Dat is ook de reden dat ik benieuwd was eigenlijk naar hoe het er nou eigenlijk uitziet. Is het de moeite waard? En dat is het wel, maar daarvoor moet je wel eventjes zoeken, de tijd nemen. Als je parkeert hier in de buurt van het centrum, en dat kan redelijk, er is een parkeerroute, en je komt uit op de Winkelstraat, of halverwege de Winkelstraat, je loopt richting Hotel de Wereld naar boven, dan kun je de indruk krijgen dat het eigenlijk een vrij saaie, lelijke stad is met veel standaard winkels die je in de Nederlandse Winkelstraat ziet. Maar als je een keer een zijstraat neemt, dan kun je uitkomen op dit marktplein. En dit is een goed plein, zoals dit in mijn criteria, waar dus veel horeca aan het plein moet zitten. Dit plein kwalificeert zich daarvoor. Lopende door de stad heb ik me afgevraagd wat de studenten hier doen eigenlijk. In eerste instantie kwam ik heel weinig horeca tegen. En dat blijft zich allemaal te concentreren eigenlijk op dit plein hier. En ik kan me dus best voorstellen dat het hier heel gezellig kan worden. Het is jammer dat het nu relatief vroeg op de dag is en dat er geen zon is. Dan had het terras misschien nog wat voller gezeten. Dat had wat meer sfeer uitgestraald. De belangrijkste claim to fame van Wageningen is Hotel de Wereld. Daar is de capitulatieakte naar de Tweede Wereldoorlog getekend. Acte die een einde maakte aan de bezetting van Nederland. Dat overleg is op 4 mei begonnen in een plaatsje hier in de buurt en is op 5 mei voortgezet in Hotel de Wereld. Daar is de acte opgesteld, gedateerd op 5 mei. Echter is die de volgende dag pas getekend, op 6 mei. Desalniettemin gaan we ervan uit dat 5 mei onze bevrijdingsdag is. Het plein bij Hotel de Wereld heet dan ook het 5 meiplein en de aanliggende straat heet de Bevrijdingsstraat. Dus die claim to fame die Wageningen heeft, wordt op die manier wel behoorlijk benadrukt en uitgebuit. Er is weinig echt oud en authentieks te zien in Wageningen. Tegenover Hotel de Wereld staan twee stadsboerderijtjes en dat is eigenlijk het oudste wat je te zien krijgt. En dat is ook echt wel mooi. Je krijgt de indruk dat Wageningen dus vooral een knusse stad is. Het is een vrij klein centrum, maar wel gezellig. Tenminste als je een plein als dit vindt. De Winkelstraat zelf is niet enorm de moeite waard. Er is ook wat lelijke architectuur links en rechts in dat gebied. Wat ze hier hebben, en dat ben ik nog niet eerder tegengekomen, is een soort sociale ontmoetingsplek in de binnenstad. En dat noemt het Thuis. En daar kunnen mensen gratis een kop koffie komen drinken, gebruik maken van de computer, andere activiteiten doen. Dat wordt gesubsidieerd door de gemeente. En dat is een heel mooi, mensvriendelijk initiatief. Wat ik eigenlijk mis, als ik er zo over nadenk, in andere stadscentra. Dus daarmee is Wageningen misschien de voorloper. En daarmee verdienen ze een pluim, zou ik zeggen. Je gaat niet naar Wageningen om te winkelen. Er zijn wel wat aardige bijzondere winkeltjes. Tweedehands kleding, dat soort dingetjes. Maar als je het wil, als het een mooie dag is en je gaat het combineren met een lekker terrasje of iets dergelijks, dan kan ik het toch wel aanraden als een mogelijke dagbesteding. Ik heb vandaag ook een speciale gast. Het is mijn hoogteigen broer Lennart van Alem. Lennart, wat was jouw eerste indruk van Wageningen? Ja, we kwamen volgens mij een beetje op een verkeerde plek de stad binnen, omdat het op het eerste oog heel verlaten en leeg en ook niet heel mooi was eigenlijk. En het was eigenlijk pas later inderdaad, toen we een aantal zijstraatjes insloegen, dat het echt mooi en wat leuker en wat levendiger en veel winkeltjes, veel horeca was. Dus je moet wel weten waar je heen wil en wat je wil zien en vooral waar je naartoe gaat. Want ja, anders kan het zomaar zijn dat je in het verkeerde deel zeg maar, van Wageningen komt, waar het wat minder levendig en wat minder leuk is. Zou je kunnen voorstellen dat op een bepaald punt in je leven, als je gezetteld bent met een huisje, bompje, beestje, je zaterdagmiddag zou besteden in Wageningen? Ik denk dat het daar nog wel een beetje te klein voor is. En er is volgens mij ook verder niet zo heel veel te doen in Wageningen. Dus ik denk dat het daarvoor om echt een dagje door te brengen nog te weinig is.